Heel fijn dat je hebt afgestemd vanmorgen op de dienst hier in Bethel, de Bethelkerk in Hattem. Ik mag jullie van harte welkom heten. Bijzonder, want het is een lege zaal hier voor mij, met bijna geen mensen. Een paar mensen van de techniek, het muziekteam. Maar van harte welkom en heel fijn dat je met ons meedoet vanmorgen. Ik wil jullie bemoedigen met een tekst vanuit Timotheus, de tweede Timotheusbrief. En ja, dat is Paulus. Die heeft een geestelijk kind, Timotheus. Dat is zijn lieve kind als het ware, dat hij opvoedt in het geloof. En ze zijn gescheiden van elkaar en ze kunnen elkaar niet ontmoeten, ze kunnen elkaar niet zien. En dan gaan Paulus' gedachten zo naar Timotheus uit. Zoals onze gedachten misschien ook naar onze broers en zussen uitgaan in de gemeente. Die hier dus niet in de zaal zitten. Maar de gedachten gaan er wel naar uit. En hij zegt van nou, als ik aan je tranen denk, dan verlang ik er zo naar om jou weer te zien. En dan wil ik je zo graag weer ontmoeten. En dan wil ik je zo graag weer een knuffel geven als het ware. En dan in een tijd waarin wij nu leven, een tijd van angst. Heel veel mensen zijn in angst voor hun baan, voor hun gezondheid, voor hun bedrijf misschien. Voor allerlei dingen waar je bang voor kunt zijn. Dan zegt Paulus hier tegen Timotheus, God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven. Maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Hoe mooi is dat? Een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En hij zegt tegen Timotheus, nou, schaam je nou niet voor het evangelie. Schaam je maar niet en deel het maar gewoon uit. Wees maar getuige ervan. En dan staat er eentje verder, in een paar versen verder, in vers 13 staat, neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. En dat zegt de oude Paulus tegen de jonge Timotheus. Hou vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Hou vast aan het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. Hoe mooi is dat? Vasthouden aan de liefde en vasthouden aan het geloof en bewaren wat de Heilige Geest, het goede wat hij in ons gelegd heeft. En dan staat er, deze boodschap is betrouwbaar. Dat is dan vers 11. Deze boodschap is betrouwbaar. Als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem heersen. Als we hem verloochenen, zal hij ze ook verloochenen. En als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Nou, hoe mooi is dat als een oudere man dat aan een jongen doorgeeft. De ene generatie op de andere generatie. En dan zegt hij er zelf nog bij in hoofdstuk 2 vers 2. Nou, geef wat je nu allemaal gehoord hebt ook maar weer door aan de volgende generatie. Geef jij het ook maar door weer. En zo blijft het doorgaan van de een op de andere. Van het betrouwbare woord aan betrouwbare mensen doorgeven. Nou, daar wil ik je mee bemoedigen vandaag. We hebben een geest niet van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. De Heilige Geest mochten we ontvangen. Ik wil jullie voorgaan in gebed om deze dienst ook te openen. Vader in de hemel, dank u wel. Dat we zo ook al die woorden van Paulus mogen lezen die hij schrijft aan die jonge Timotheus. Heer, wat is het geweldig dat het geloof van generatie op generatie doorgaat. En doorgegeven mag worden telkens opnieuw. Dat het een betrouwbaar woord is. Heer, en dat woord mogen wij ook hebben. Daar mogen wij het leren ook vanavond. Ook vandaag als wij dit weer openen. In elk moment mogen we dat zien. Elk moment dat we die Bijbel openen, Heer, dan komen die woorden tot ons. Dan komen uw woorden tot ons. Heer, dank u wel. Heer, u bent een goede God. U hebt het goede in ons gelegd door uw Heilige Geest. En zo willen we bidden. Als we bij elkaar zijn en elkaar nu niet kunnen zien, maar toch in de geest verbonden zijn met elkaar en op die manier bij elkaar zijn, Heer, dan willen we danken. Danken dat u er bent. Heer, de mensen thuis, achter je bureau misschien, of op de bank, op de stoel, op de eetkamertafel, of waar je ook bent, maakt niet uit, hoe je ook kijkt. Heer, u bent nabij. Dank u wel dat u ons verbindt aan elkaar. Door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus, verbindt u ons aan elkaar. Zo zijn we geestverwant van elkaar. Heer, we zijn verbonden met u. Heer, ondanks dat we elkaar niet zien, kan ons verlangen wel naar elkaar zijn. Maar bovenal, Heer, dat het verlangen naar u zal zijn. Heer, dat wil ik zo bidden.
voor een ieder vanmorgen. Voor ieder die kijkt, dat hij zal zeggen, ja maar, ik heb een verlangen naar de Heer. Ik wil zijn stem horen. En als ik zijn woord open, dan wil ik zijn stem daarin ontdekken. Heer, dank u wel. Voor Timotheus. Die jonge broeder, die enthousiast aan het werk gaat. Die getuigt van wat hij gehoord heeft. Wat hem doorgegeven is. Wat hij van Paulus gehoord heeft. Wat hij gelezen heeft. Wat hij geleerd heeft. En hij mag het doorgeven. En zo ook in deze dienst. Heer, zegent u ons. Wees ons nabij. En we willen danken, Heer, dat u erbij bent. Dat u de wereld in uw hand houdt. Wat er ook gebeurt in deze wereld. En er gebeurt op dit moment zo ontzettend veel. De wereld staat op zijn kop door een virus. Maar u hebt de wereld in uw hand. U regeert. U hebt alles in controle. U staat erboven. U die de hemel en de aarde gemaakt hebt. En die nooit laat varen het werk wat u begonnen bent te doen. Heer, u gaat ermee door. U laat de wereld niet los. En u gaat door. Tot de dag van Christus Jezus. De dag dat hij terug zal komen. En die dag zal spoedig zijn, we zien er naar uit. Heer, u hebt een plan met deze wereld. U hebt een plan met deze gemeente. U hebt een plan met ons. De plek waar we nu zijn. Wat we nu doen. U kent ons. En u hebt een plan met ons. U gaat door. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan een heel mooi lied zingen. De kracht van uw liefde. Mij vast, heel dicht bij uw hart.
stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Kracht van uw liefde. Ik ga even terug naar Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Daar staat, zegt Paulus dus tegen Timotheus, maar jij. 2 Timotheus 3 vers 14. Maar jij. Blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Mooi, hè? Blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Heb je misschien ook wel gehad. Je vanaf jongs af aan gehoord hebt. Toen je opgroeide, altijd heb je gehoord vanuit de Bijbel. Je ouders hebben je van verteld, je bent in de kerk geweest en je hebt het altijd gehoord. En hij zegt, maar onthoud nou van wie je dat geleerd hebt. En hou vast aan wat je hebt met overtuiging hebt aangenomen. Want, zegt hij, elke schrifttekst is door God geïnspireerd. De hele Bijbel, van begin tot het eind, is door God geïnspireerd. Nou, als een soort Paulus naar die jonge generatie, wil ik een boodschap brengen vanavond. En niet alleen de jongeren, maar ook de anderen natuurlijk. Mogen ook allemaal meeluisteren, prima. Maar een paar weken geleden lag ik in bed en ik kon niet slapen. Ik was veel te onrustig in mijn gedachten. En in die nacht, van bijna slaap, ontving ik een boodschap van de Heer. En die moest ik doorgeven. En die wil ik dus vandaag doorgeven. En het gaat over Jacob. Jahweh wordt in het Oude Testament wel genoemd de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. En over deze Jacob gaat het. En dan lezen wij in Genesis hoofdstuk 32, vanaf vers 24. Dus Genesis 32, vanaf vers 24. En ik lees uit de Herziende Statenvertaling. Daar staat, maar Jacob bleef alleen achter en een man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte, toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. En toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Nou, hier gaan we straks over nadenken. We gaan eerst nog een lied zingen uit Johannes de Heer 586. Blijf bij mij, Heer.
Ja, als we dit gedeelte lezen, het Genesis hoofdstuk 32 over die worsteling, dan willen we natuurlijk als eerste weten, wie is nou die man? Die man die met Jacob worstelt. En eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Want de Bijbel verklaart zichzelf. Dat is altijd het mooie van de Bijbel. En hier ook, we lezen hier namelijk dat de man Jacob een nieuwe naam geeft. Israël. Dat betekent strijder met El. Strijder met Elohim. Strijder met God. En als die strijd dan voorbij is, dan zien we ook dat Jacob die naam een plaats geeft. Of die plaats een naam geeft. Dan noemt hij die plaats Pniel. Dat betekent aangezicht van God. Dus eigenlijk zegt hij, ik heb God ontmoet hier. Ik heb God gezien op deze plek. Conclusie, de man die met Jacob worstelt, is de man met een hoofdletter. In mijn Bijbel is het echt met een hoofdletter geschreven. Het is God zelf in mensengedaante. Het is net zoals God in mensengedaante bij Abraham op bezoek kwam. Met z'n drieën waren ze toen. En God die kondigde aan dat Abraham een zoon zou krijgen. En ging met Abraham in gesprek. En zo, God in mensengedaante. Maar hier, ja, de situatie is zo. Jacob die heeft zijn schaapjes op het droog. Hij heeft alles goed voor elkaar. En hij is nu op reis, op weg. En hij heeft zijn bezittingen net aan de andere kant van de rivier gebracht. De rivier de Jabok. En hij blijft alleen achter. Alles oké? Okay? Nee. Maar zijn ziel is onrustig. En zijn geweten gaat spreken in hem. En hij voelt zich schuldig. Hij voelt zich zondig. Het is nacht. Het is donker in zijn geestelijk leven. Donker in het leven. Waarom? Hij heeft er een potje van gemaakt. Eerst vluchtte hij voor zijn broer Esau. Die had hij bedrogen. Hij had zijn eerste geboorterecht afgetroggeld voor een beetje soep. En daarna was hij gevlucht voor zijn broer Esau. En daarna had hij ook nog eens zijn vader bedrogen. Met van die dierenvellen op de armen om een zegen te stelen. En nu, jaren later, is hij op de vlucht voor zijn schoonvader. Zijn oom Laban. Oom Laban had hem eerst bedrogen. Hij kreeg twee vrouwen, terwijl hij maar voor eentje ging. En hij had wat gemanipuleerd met de beesten daar. En nu was hij weer gevlucht. En zo is het bedrog over en weer. En hij vlucht. Het is onrustig in hem. En hij, na al die jaren, is hij op de vlucht op weg naar huis. En op weg naar huis, op die vlucht, wie komt hij daar tegen? Uitgerekend zijn broer. Zijn broer Esau. Zijn broer Esau komt op hem af met een leger van wel 400 man. En Jacob denkt, oh nee, wat een ellende. Wat een ramp is dit. Esau, wat moet ik met hem? En Jacob die doet het bijna in zijn broek en denkt, oh jongens, wat nu? Wat een ellende. Maar hij weet ook dat die ellende van hemzelf komt. Het komt echt door hemzelf. Hij heeft het zelf veroorzaakt. Want hij is een bedrieger. Hij bedriegt iedereen. Inclusief zichzelf. En nu zit hij daar. Bij de rivier de Jabok. Alleen. En hij bidt tot God. Hij smeekt tot God. Om genade. En hij worstelt met God. In gebed. Worstelen. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt is abak. Is meteen ook een woordspeling met Jabok en met Jacob. Zo mooi is Gods woord. Elk woord is geïnspireerd, hebben we net gelezen, Timotheus. En dat is zo mooi, ook dit weer. Abak, Jacob, Jabok. Ach ja, Gods woord is prachtig. Maar waar is God in het verhaal? Waar is God in het verhaal van Jacob? Nou, Jacob die heeft de Heere God een keer ontmoet. In Bethel. Nee, misschien jij ook wel. Misschien heb je God ook wel ontmoet in Bethel. Zou maar zo kunnen. Maar Jacob ontmoette hem toen hij lag te slapen. Hij lag te slapen en met een hoofd op een steen. En hij zag een beeld, een visioen. En hij zag een ladder. En dan langs die ladder, dat daalden engelen neer en die stegen weer op. Het was alsof de hemel de aarde raakte. Een geweldig moment wat Jacob meemaakte. Maar ja, dat is lang geleden. En hij heeft er eigenlijk niet zoveel meer mee gedaan. En jij? Hoe zit het met jou? Misschien ben je net als Jacob wel je hele leven op de vlucht. Ben je aan het zoeken.
Dat heb je nergens kunnen vinden. Misschien op de vlucht voor jezelf. Tegenwoordig zijn er duizenden mensen in Nederland die op zoek zijn naar een kerk. Ze hoppen van de ene naar de andere en ze kunnen het nergens vinden. Omdat de onrust in hunzelf zit. Misschien die onrust ook wel in jou. Misschien voel jij jezelf er ook wel, dat je van binnen zo opgejaagd bent. En je weet het allemaal niet meer zo goed. En je zit daar. En je hebt vragen. Allerlei vragen komen op je af. Vragen over de toekomst. Hoe komt het met corona? Hoe komt het met mijn baan? Hoe komt het met mij? Maar ook vragen over het geloof. En over de kerk. Vragen over Jezus. Wat moet ik? En je dacht dat je het wist. En je bent ook wel eens geraakt tijdens een dienst. Die doopdienst. Oh, het was alsof de hemel de aarde raakte. Recht voor je ogen. Je zag het gebeuren. Het getuigenis. En dit, oh, dat water. En je dacht, dat wil ik ook. Je was zo dichtbij. Maar het is er nooit van gekomen. En nu heb je al die vragen. Moeilijke vragen. En je ging wel trouw mee naar de kerk. Maar nu weet je het allemaal niet meer zo zeker. Er zijn vragen. Vragen en nog eens vragen in je leven. En waar vind je de antwoorden? En je staat net als Jacob op een kruispunt in je leven. Je moet een keuze maken. Je moet kleur bekennen. En net als bij Jacob is het nacht. Is het donker in jouw geestelijk leven. En je bent alleen. En die vragen overspoelen je. Ze komen over je heen. Vragen, ziet God mij wel? En zelfs die vraag, bestaat God eigenlijk wel? Of is God gewoon een verzinsel? Ze komen zo bij je op. En hoe zit het dan met het lijden in de wereld? Zoveel mensen stellen die vraag. Met het honger. En met de oorlogen. En met het huiselijk geweld. En met ziekte. En met aids, corona, malaria. Al die ziekten die voorbij komen. En al die andere dingen. Als God er zou zijn. Dan zou hij toch wel kunnen ingrijpen. Waarom doet hij dan niks? En die vragen heb je. En toch heb je ook gehoord dat God almachtig is. Dat God soeverein is. Dat God alles geschapen heeft. Dat voor God niets onmogelijk is. Dat God alles weet. Dat God zelfs weet wanneer het kleinste vogeltje van het dak valt. Ja, natuurlijk. Maar, ondanks alles, heb jij die vragen. Wat er ook gebeurt, God is in controle. Maar is dat wel zo? Voel je dat zo? Weet je dat? En ik zit vooral ook met die vraag. Waar komt het kwaad vandaan? Het kwaad. En je zou natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen, nou, al het goede komt van God en al het kwaad komt van de duivel. Maar hoe zit het dan precies? En dan komen weer die vragen. En dan ga je malen. En Job, in het Oude Testament, was toch ook zo'n goede en rechtvaardige man. En juist hem overkwam al die ellende. Al die narigheid. Hoe zit het dan precies? Ja, God liet er dan toe, tot op zekere hoogte. Maar hoe werkt dat dan? Vragen, vragen. En ook zou je kunnen zeggen dat het kwaad onder ons is, omdat we in een gebroken wereld leven. Maar wat doe je dan met al die aardbevingen? Met die tsunamis, met die tornado's, met die overstromingen, met de klimaatverandering en dat soort dingen. Zie je? De wereld is in nood. De schepping zucht en is in barensnood. Dat zegt de Bijbel zo in Romeinen. En die rampen die we meemaken, die sprinkhanenplagen, die droogte, die bosbranden, de honger, de ziekte, de dood, zijn het dan de weeën van de eindtijd? Breekt de grote verdrukking aan? Is het boek Openbaring plotseling de realiteit van nu? Crisis volgt op crisis. En in de economie worden miljarden en miljarden gepompt. De wereld is gewoon failliet. Op alle fronten. Oké, zeg je. Nou ja, we leven in een gebroken wereld. Maar is het dan allemaal het gevolg van de zondeval? Is dat allemaal het gevolg van die appel die Eva aan Adam gaf? Zitten we daarom allemaal in de narigheid? Is zonde nou de oorzaak van dat alles? Geloof je dat echt?
Nou ja, dus. Ja. Ja. In Johannes 9, dan ontmoet de Heer Jezus een man die blind is. En de discipelen komen dan bij hem en die stellen hem een vraag. En ze vragen dan, Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij zelf of zijn ouders? En dan zegt de Heer Jezus, geen van beiden. Niet hij en ook niet zijn ouders. En dan denk je, hoezo dat dan? Is er dan een verband tussen een handicap, tussen blindheid en een zonde? Is wel wat ze geleerd hadden. En daarom stellen zij ook die vraag. Ze hebben geleerd dat ziekte en handicaps het gevolg zijn van zonde. En de Bijbel geeft ook grond daarvoor. De Bijbel geeft voorbeelden namelijk ook van mensen die ziek worden of straf krijgen omdat ze zondigen. Denk maar aan Mozes. Mozes mocht het beloofde land niet in, omdat hij gezondigd had tegenover God. Hij was opstandig geweest, hij had met die stok op die rots geslagen. En dat was niet de bedoeling op die manier. En ook zijn zus Miriam, die werd geslagen met melaatsheid. Omdat hij het gezag en het leiderschap van Mozes ondermijnde. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen. Dus lijden kan het gevolg zijn van je eigen zonde, van je eigen fouten. Oom Henk was jarenlang een stugge roker. Tegen alle waarschuwingen en tegen alle signalen en tegen alle beter weten in, ging hij door. Ligt het dan aan God of aan Oom Henk dat hij stierf van longkanker? Snap je? Je eigen fouten, je eigen dingen, je eigen zonde. Maar ook kan lijden het gevolg zijn van de zonde van iemand anders. Denk aan een dronken chauffeur die een toevallige voorbijganger, een voetganger doodrijdt. Of denk aan die emotioneel gestoorde man die het vuur opent in een school. Of in de tram. Of in het theater. Je hebt het allemaal meegemaakt de afgelopen tijd. Of denk aan het kind dat geboren wordt met een drugsverslaving omdat moeder cocaïne gebruikt. En de Bijbel zegt ook nog eens een keer dat het effect van de zonde door kan werken tot in de derde en de vierde generatie. En dan zei je, daar wil je vragen. Zijn rampen als straffen van God. En die grote rampen die ons overkomen. Straffen van God. Nou, vaak is het toch gewoon de natuur. Dan is het toch overmacht. Maar weet je hoe overmacht vertaald wordt in Engelstalige contracten? Ik ben natuurlijk inkoper, ik zie regelmatig contracten. In Engelstalige contracten staat daar, in plaats van overmacht staat daar een act of God. Mooi hè? Een handeling van God. Maar goed, zo worden natuurrampen dus gezien als handelingen van God. En wordt God dan een beetje negatief neergezet, vind ik. Want is elke geboorte, is elke zonnestraal, is elke lentedag, is elk lammetje in de wei, is elke paardenbloem, is dat dan geen act of God? Is dat dan geen handeling van God? Ja, natuurlijk wel. Maar zo noemen we dat dan weer niet. Hè? Bij slechte dingen vraag je, oh God, waarom overkomt mij dit? En bij de goede dingen vraag je dat dan weer niet. Als je kind geboren wordt, zeg je niet, oh God, waarom overkomt mij dit? Waarom heb ik nou zo'n prachtig kind gekregen? Dat vraag je dan weer niet. Nee, dat doe je dan niet. Maar bij de slechte dingen dan wel. Weet je, er zijn zo ontzettend veel mooie dingen waarin we Gods handelen kunnen ontdekken. Ook nu, in deze tijd. En net zoals God zelf bij Jacob kwam, want we gaan even terug naar Jacob. En Jacob vastgreep, zo komt God misschien vandaag wel bij jou. En hij grijpt je vast. En hij laat jou niet los. Hij is op zoek naar je. En hij heeft jou gevonden. Luisterend en kijkend naar deze boodschap. En hij wil deel van jouw leven zijn. Hij wil een belangrijk deel van jouw leven zijn. En daarom pakt hij je vast en hij schudt je heen en weer. Hij worstelt met jou. Oh, je dacht dat je met hem worstelde. Nou, hier staat, staat niet dat Jacob worstelde met een man, maar dat de man worstelde met Jacob. Je dacht dat je met God worstelde, met al zijn vragen, met al zijn goedheid en het lijden en de ziektes en hoe je dat allemaal kon rijmen met elkaar.
Hier worstelt de man met Jacob. God worstelt met jou. Jacob, wat heb je er een zootje van gemaakt? Jacob, hoe krijg ik jou op de knieën? Jacob, hoe kan ik jouw kracht breken? Dat is de worsteling van de man met Jacob. En zo worstelt hij ook met jou. Hoe krijg ik jou op de knieën? Hoe krijg ik jou in aanbidding voor mij, zegt God. En zo worstelt hij misschien wel met jou. Zo is hij met jou bezig. Hij wil zo graag dat je hem aanbidt. En Jacob die heeft het alles op zijn hele leven al op eigen kracht gedaan. Hij heeft alles van elkaar gekregen. Hij heeft God ook helemaal niet nodig, denkt hij. Hij kan het zelf wel. Hij is sterk en slim. Dat denk jij misschien ook wel. En God worstelt die nacht met Jacob. En laat hem ogenschijnlijk winnen. Maar wanneer de dageraad aanbreekt, wanneer het morgen wordt, dan slaat die man, dan slaat God Jacob op zijn heup. En daardoor is Jacobs kracht gebroken. Jacob is verslagen. En hij beseft die nacht dat hij God nodig heeft. Hij heeft de Heer nodig. En hij dringt heel diep tot hem door. En ik hoop dat het ook tot jou doordringt. Dat het heel dichtje doordringt, dat je God nodig hebt. Hij heeft God nodig om zijn broer Esau te ontmoeten. Hij heeft God nodig om het leven aan te kunnen. En dan vraagt God, zo heel mooi, wat is je naam? Net alsof God dat niet weet. God kent alle namen van iedereen op de wereld. Hij kent ook jouw naam. Maar hij vraagt, wat is je naam? En het antwoordt hij, mijn naam is Jacob. En Jacob betekent bedrieger, hele lichter. Dus als hij zegt, ik ben Jacob, dan zegt hij, ik ben een bedrieger. Zo erkent hij zijn zonde voor God. Hij is Jacob, hij is een bedrieger. Zijn zonde is liegen en bedriegen, zijn firma list en bedrog. Ja, zo is Jacob. En hij heeft vergeving nodig. Hij heeft de genade van God nodig. Hij heeft de zegen van de Heer nodig. En dan spreekt hij eigenlijk uit in die woorden, ik ben Jacob, Jacob. En hij beseft wie hem vasthoudt. Hij beseft met wie hij worstelt. En daarom houdt hij nu die man vast. De rollen worden omgedraaid. Eerst heeft God hem vastgegrepen. Nu grijpt Jacob God vast. Hij zegt, ik laat u niet meer los. Ik laat u nooit meer los totdat u mij zegent. Ik wil u zegen. Ik heb u nodig. En Jacob, die beseft dat hij God nodig heeft. En doe jij dat ook maar. Besef het maar. In al jouw vragen, in al jouw strijd die jij hebt, in jouw hoofd, in jouw denken, besef maar dat je God nodig hebt. Want besef je dat God wel degelijk bestaat? Dat hij wel degelijk naar jou omziet en jou vastgrijpt vandaag? Hij is met je bezig. Hij is het. En hij wil deel uitmaken van jouw leven. Hij wil op de eerste plaats staan van jouw leven. Daarom. Hou vol. Hou vast. En laat niet los. Totdat hij jou zegent. Ga niet verder zonder zijn zegen. En hij wil jou zegenen. Hij wil jou zegenen. Hij wil je zijn liefde en zijn genade geven. Hij gaf zijn zoon daarvoor aan het kruis op Golgotha. Uit liefde. En hij wil jouw leven vullen met zijn heerlijkheid en met zijn geest. En daardoor zul je kracht ontvangen om alle rampen in het leven te kunnen doorstaan. En alle andere narigheid te overwinnen. Maar Jacob moet toegeven dat hij een bedrieger is. Dat is zijn zonde. Dat draagt hij met zich mee. En daarom zit hij daar die nacht. Alleen. En jij? Hoe zit het met jouw zonde? Waarmee vul jij jouw gedachten? Waarmee vul jij jouw hart? Waarmee vul jij je leven? Vul jij je met uiterlijke zaken? Met onzinnige beelden? Nutteloze woorden? Of vul jij je met Gods woord? Geïnspireerd, elke letter, elk woord geïnspireerd door God. Vul jij je met zijn stem?
Als God spreekt door zijn woord. Vul jij je met zijn geest? Draait het in jouw leven om jouzelf? Of draait het om hem? Want als jij niet leeft tot eer van de Heer, dan is dat zonde. En hij kent jouw hart. Hij weet of je hem toebehoort. Hij weet of je voor hem leeft. Hij weet of je hem liefhebt. Hij weet of je zijn kind bent. En misschien houd je wel de schijn op. En houd je iedereen, maar ook vooral jezelf, voor de gek. Je doet alsof je christen bent. Maar het is puur gewoonte en traditie. Want het komt niet uit je hart. Dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is en opgestaan is uit de dood. Je hebt het zo vaak gehoord. Ontzettend vaak, maar het raakt je gewoon niet. En je bent als het ware doodgegooid met de woorden dat God liefde is en dat God van je houdt. Maar tot nu toe is het altijd nog op afstand gebleven. Het is nooit bij je binnengekomen. Er zijn loze woorden gebleven. Tot nu toe. Ze landen gewoon niet in je hart. En je hart werd af en toe wel opgewarmd. Maar het koelde daarna weer heel snel af. Je bent het kwijt, je weet het niet meer. Het is nacht in je geestelijk leven. Het is donker. En je luistert nog nauwelijks naar christelijke muziek. En uit de Bijbel lezen en bidden is al helemaal op de achtergrond geraakt. En dan zit je er nu, aan die oever, bij de rivier, de Jabok. Net als Jacob, alleen, in het pikkendonker. Het is tijd voor een keuze. Een keuze voor Jezus. En Jacob die vecht voor alles wat hij waard is. Hij wil God niet laten winnen. Tenzij hij hem zegent. Hij wil hem niet laten gaan. Tenzij hij hem zegent. En een zegen krijgt hij. Hij krijgt een zegen. God zegent hem met een nieuwe naam. Dat is zo mooi. En God zegt, ik vergeef jouw zonde. Je bent van mij niet meer een bedrieger. Je heet vanaf nu ook niet meer Jacob. Ik noem jou vanaf nu Israël. Want, zegt hij, je hebt met mij gestreden. Je bent mijn held, je bent mijn vorst, je bent mijn koning, je bent mijn Israël. Vanaf nu zullen we samen strijden. En laat mij maar voorop gaan, zegt de Heer. Laat mij maar voorop gaan, want de strijd is van mij. En volg jij maar. En hierna kan Jacob verder met zijn leven. Hij heeft vergeving ontvangen, hij heeft de zegen van God ontvangen. Hij is daardoor zo gesterkt dat hij zelf de confrontatie met zijn broer Esau aan kan. Hij gaat er zomaar op af. Er is totaal wat veranderd in zijn leven. Want samen met God loop je of ren je op een legerbende aan. Samen met God spring je over een muur. Dat zegt dan de Psalm 18. En zelfs als je bang bent. Rennen en springen, zelfs als je bang bent voor Jacob. En Jacob die noemt die plek dan Peniel. Want, zegt hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En ik leef nog steeds. En er was natuurlijk een gedachte dat als je God ziet, dat je dan ook zou sterven. Maar hij zegt, ik heb God gezien en ik leef, ik ben gered. En wat een machtig evangelie zit er dan in dit stukje van Genesis. In dit kleine gedeelte. En hopelijk pak je het evangelie ook hieruit. God ontmoeten en leven. Gered zijn. Maar als jij nou net als Jacob God gezien hebt. Als je de Heer werkelijk hebt ontmoet. En als hij werkelijk in je hart is gekomen. Als je hem werkelijk hebt binnengelaten. Dan gaat het licht aan. Dan gaat de zon op. En net als bij Jacob. Zoals het hier staat. Na Peniel gaat de zon op over Jacobs leven. Dat is zo mooi. Dan gaat de zon op in Jacobs leven. En dat zal ook in jouw leven gebeuren. Als je de Heer binnenlaat in je leven. Je komt van de duisternis in het koninkrijk van licht. Want bij God is enkel licht. Bij hem is geen spoor van duisternis te ontdekken. En de nacht van onrust en onzekerheid is voorbij. De morgen begint met gejuich. Zegt Psalm 30. En je zult de Heer Jezus ervaren. En je mag gedoopt worden. Want jouw leven wordt gevuld met de Heilige Geest. Maar je moet doen. Ga bidden.
Ga bidden. Vraag om vergeving. En smeek om een zegen van de Heer. En dan kom ik terug bij Timotheus. 2 Timotheus 3 vers 14. Blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. 2 Timotheus 1 vers 13. Dus blijf bij alles wat je geleerd hebt en hou vast aan het geloof in Jezus. Hou vast. Blijf erbij. Hou vol. En laat niet los. Amen. We gaan zingen. Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou vol, hou vol, heiland. Zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Hou vol. Schouders waarop wij mogen staan. Hou vol. Zullen we de dienst afsluiten met gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat u ons nooit alleen laat. Wat net ook gezongen is, u laat ons nooit meer alleen. Heer, wat geweldig is om dat te weten. Ook in deze tijd van moeite en zorgen misschien. In de tijd dat we elkaar niet zien.
Heer, maar dat u ons nooit alleen laat. Dat u er altijd bij bent. Heer, ik wil danken ook voor de geschiedenis van Jacob. Als hij worstelt met u. Heer, is er misschien wel een herkenning voor heel veel mensen. Dat ze allerlei vragen hebben en misschien wel worstelen met u. Mensen om ons heen, misschien mensen in ons gezin, misschien wel vrienden. Die worstelen met u. Die vragen hebben waarop ze geen antwoord kunnen vinden. En zo ook dwalend zijn. Maar ik wil bidden, Heer, dat ze zullen ontdekken dat u wel degelijk bestaat. Dat u een God van liefde bent. Dat u hen lief hebt, dat u met hen verder wil gaan, dat u een plan hebt met hun leven. En dat ze altijd bij u mogen schuilen. Heer, openbaart u zich. Laat u zelf maar zien aan die mensen die het zo nodig hebben. Heer, dank u wel dat ons verlangen altijd naar u uit mag gaan. Naar u alleen. Heer, bewerk het maar in ons hart. Dat het verlangen er zal zijn. En zo willen we danken voor de dienst. En bidden, Heer, om uw zegen. Zoals Jacob ook smeekte om een zegen. Zo willen wij ook bidden. Om die zegen. En dat doen vragen, Heer. En zo bidden wij dat de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van onze Vader. En de eenheid. En de kracht van de Heilige Geest. Bij ons allemaal zal zijn. Hier in de zaal. Thuis, op de plek waar we zijn, Heer, dat u ons wil zegenen. Heer, we willen u nooit laten gaan, want we hebben uw zegen zo hard nodig. Heer, wees bij ons, in alle tijden. Van nu tot de dag dat de Heer Jezus komt. En die dag zal spoedig zijn. Maranatha, wees gezegend in de naam van Jezus. Amen. Nog één lied, een slotlied over de Heer Jezus. Jezus, wat een heerlijke naam.